Ik kon de straat niet uit, of het huis niet uit. Bang dat ik ruzie kreeg. Ik had altijd ruzie. Politie met iedereen, kinderen. Ja, toen kwam ik bij Perry. Ze zijn een jaar bezig geweest. En nu kan ik gewoon normaal leven, om zo te zeggen. Hop. En los. Ja? Want er is niks stommer voor een bokser dan je agressie botvieren. Want dan vecht je met je, zeg maar, emotie in plaats van met je verstand. Kijk eens uit, joh, klootzak. Wat moet je man scheren? Wat op, joh? Ja, ga je checkjes staan te draaien. En dan loopt die sukkel op door. Span aan. Ja, helemaal. En die mensen hebben gewoon geleerd. Allemaal papiertje in de zaak. En Per is gewoon normaal jongen. Zo te zeggen, en die had wel voor me elkaar gekregen. En je ziet ook, ik heb zeg maar pijl en boog schieten doen met cliënten. Een moment zeg maar, dat ik een prijs won, dat was een heel kort moment. Maar nu merk ik dat ik met mijn sport andere mensen leven kan veranderen, kan verbeteren of in die richting. En ja, dat is een super gevoel, dat het inderdaad bijna meer waard dan een beker.